Twintigers worden dagelijks geconfronteerd met dilemma's over schaamtegevoelens. Je bent vegan, moet je dan niet schamen als je wel drugs gebruikt? Je vliegt niet, maar vergeet afval te scheiden. En daar schaam je je voor. Vrienden die blozend zich verantwoorden dat ze echt wel weinig vlees eten. Artikelen staan er vol mee. Vliegschaamte, vleesschaamte, afvalschaamte, massaconsumptieschaamte. Maar ook singleschaamte, geen politieke kennisschaamte, poepschaamte, settelschaamte en schaamte over seks of juist wel of niet. Over het aantal bedpartners dat je hebt gehad of seksfantasieën. In deze podcast bespreken we schaamte. Waarom schamen we ons? Of vinden anderen dat we ons moeten schamen? Of willen we soms die schaamteloosheid opzoeken? Zouden we ons minder moeten schamen of juist meer? Mijn naam is Mandy Wolkens en ik host deze podcast in het Amsterdamse cultureel huis Felix Meritus. En ik doe dit niet alleen, ik heb vandaag weer drie gasten bij me. En ik begin bij Leonie. Hi, dankjewel. Ik ben Leonie. Ik ben 24 jaar. Ik heb Politics, Psychology, Law en Economics gestudeerd. Erg brede opleiding dus. Ik loop nu stage bij de Impact Hub, een organisatie die allemaal duurzame en sociaal duurzame bedrijven helpt te groeien. Dat past erg goed bij mij, want ik ben ook erg geïnteresseerd in duurzaamheid en in sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Oké, dankjewel. De volgende. Hi, ik ben Isabel. Ik ben 26 jaar. Ik werk als redacteur voor Lilith Magazine. En daarnaast doe ik onderzoek voor films en tv-programma's. En daarnaast werk ik ook bij De Bali, een ander cultuur- en debathuis. En ik heb laatst een artikel geschreven over audioporno en wat het allemaal met me doet. Vandaar. Leuk. En tot slot? Ja, mijn naam is Ilona de Hoge. Ik ben associate professor aan de Wageningen Universiteit. En ik heb mijn promotie gedaan op schaamte en schuldgevoelens. Dus wat doen mensen als ze zich schamen of schuldig voelen? En vervolgens mijn onderzoek eigenlijk nog verder uitgebreid naar allerlei soorten emoties. En hoe die op allerlei soorten gedragingen invloed hebben. Ja, ik had net al een hele rits aan schaamtes die er zijn. En waarschijnlijk heb ik er nog steeds heel veel overgeslagen. Maar als we bij de basis beginnen, en dan Ilona, ga ik toch even bij jou beginnen dit keer. Wat is schaamte? Ja, schaamte is een negatief gevoel die je voelt als je zelf het idee hebt dat je iets fout hebt gedaan. Of wanneer je het idee hebt dat je in de ogen van iemand anders iets fout hebt gedaan. Ja. Dus het gaat daarbij echt om een negatief gevoel en het iets fout doen. Meestal gaat het iets fout doen om iets essentieels voor jezelf. Hè? Dus niet, oh, ik stap per ongeluk in een plas met water en er zit modder op mijn broek. En dat kan iedereen eraf vegen, is prima. Dat zegt niets over jezelf. Maar schaamtegevoelens zeggen wel echt iets over je zelfbeeld en wat jij wel en niet kunt. Ja, precies. Dus dat kan inderdaad, zoals deze hele lijst die ik net noemde, op heel veel vlakken kan dat voorkomen. Zolang het wel echt relevant is voor jezelf. Ja. Je kunt ook zeggen van nou, bijvoorbeeld vliegschaamte. Ja, die één keer in het 2, 3, 4, 5 jaar dat ik het vliegtuig pak, is niet zo belangrijk voor mij. Dus dan wordt het al veel meer afgevlakt. Ja, precies. En in hoeverre heeft het oordeel van anderen iets te maken met hoe jij je erover voelt? Kan iemand anders het sterker maken dat jij je schaamt of niet? Ja, maar de basis is wel eigenlijk dat je zelf ook echt het gevoel hebt dat je iets fout hebt gedaan. Okay. Als je zelf niet dat gevoel hebt, terwijl anderen om je heen dat wel roepen, dan zou het juist wel eens een ander gevoel kunnen geven, namelijk meer boosheid of frustraties of irritaties. Van waarom zeg je dit over mij? Want dat is niet zo. Ja, precies. Ja, ik vind het even belangrijk dat we dat meteen duidelijk hebben voordat we er dieper in gaan duiken. Want er zijn wat onderwerpen die we dan waar we dan dus dieper in gaan duiken. En Leonie, ik wil heel graag met jou beginnen. Ook omdat ik overeenkomsten met je heb en ik dus heel benieuwd ben naar jouw ervaringen. Want je zet je in voor het klimaat. Zeker, ja. Ah, dat klinkt natuurlijk best wel breed. Dus wat doe je precies? Laten we daar beginnen. Dat heeft wat grotere dingen stipt dat aan. Als bijvoorbeeld af en toe vrijwilliger voor Greenpeace of met zo'n demonstratie meelopen. Maar ook persoonlijke keuzes als veganistisch eten, tweedehands kleren kopen vooral. En als ik dan een nieuw kledingstuk koop, dan van een goed merk. Zo min mogelijk vliegen inderdaad. Ik heb nu bijna de 2 jaar aangetikt.
Ja, dat is wel goed. Dus nou ja, het laatste jaar was misschien iets makkelijker. Laatste jaar was makkelijker, inderdaad. Ja. Dus ja, dat, zo zet ik me een beetje in voor het klimaat. En je noemt veganistisch eten. Dat is iets wat ik zelf ook doe. Maar dat is ook iets wat weerstand kan oproepen en gepaard kan gaan met shaming misschien wel. Heb je daar ervaring mee? Ja, ja, ik snap wel net wat je bedoelt. Dat ik hoef maar te zeggen van nee, dat hoef ik niet, want ik ben veganistisch. En in die korte zin voelen mensen vaak al een aanval. Terwijl ik daar niet iets mee bedoel of zo. Dat is gewoon, ik hoef niet dat kaascroissantje of om deze reden. Maar mensen kunnen dat heel snel als een aanval voelen. En hebben dan vaak ook de neiging om iets terug te zeggen. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik op mijn werk, dat iemand lunch voor mij haalde. En dat ik zei van, oh nee, dat hoef ik niet. Oh, waarom niet? Jij bent veganistisch. Oh, maar je draagt wel leren schoenen, zie ik. Weet je, meteen, meteen zoeken iets wat je dan wel fout doet. Ja, hoe ga je daarmee om? Want ik heb deze ervaring ook. Ik zeg dan dus daarom, nou nee, niet daarom. Ik noem mezelf ook geen veganist, maar ik zeg dat ik veganistisch eet of plantaardig eet. Omdat ik gewoon daar geen zin in heb, in dat gescheem, want laat me leven. Ja. Hoe ga je daarmee om? Op het moment dat iemand dan zegt, maar je hebt wel leren schoenen aan, dus hoezo hoef je dit kaasgezantje dan niet? Ja, ik probeer dan vooral te beginnen met van, ja, hè, ik doe mijn best. Ik doe wat ik kan. He, jij eet wel een kaascroissantje en draagt leren schoenen. Dus volgens mij sta ik 1-0 voor. Ja. Maar vooral rustig blijven is dat dan, denk ik. En ook, ik ben dan wel dus heel erg geneigd om dan erachteraan te plakken. Maar ze zijn wel tweedehands. Zeg maar inderdaad, dus dat het wel iets met me doet dat hij dat zegt. Toch wel? Toch wel, zeg maar. Want inderdaad, ik wil dat dan wel graag vertellen van, ja, maar ze zijn wel tweedehands. Weet je, van, om het soort van goed te praten. Terwijl, al waren ze niet tweedehands, had het eigenlijk ook gewoon oké geweest. Ja, precies. Ja. Want van waar komt dan precies dat je toch willen verdedigen? Ja, omdat ik natuurlijk ook eigenlijk wel snap dat het misschien een inconsequentie is. Denk ik. Is dat het? Ja. Dat is dan de vraag inderdaad. Dat is heel erg lastig. Ja. Maar, ja. Maar denk ik omdat het makkelijker is dan de discussie aan te gaan. Ja, precies. Dan ben je er gewoon vanaf. Dan ben ik er vanaf, want dan kan niemand niks meer zeggen. Dan is het, oh oké. Okay. En dan is het gesprek over. Maar is dat ook zo? Of heb je ook wel eens mensen die, nou, toch wel redelijk hard erin gaan en je willen, ja, een soort van, ja, dat klinkt misschien heel hard, maar willen pakken op dat jij ook niet zo perfect bent? Zeker, zeker. Dat is af en toe ook wel lastig. Maar ik ben nu al best wel een tijdje veganistisch, dus ik ben wel goed getraind in deze gesprekken volgen. Dat elke keer als ik een avocado uit het schap pak, dan iemand zegt, dat kost ook superveel water. Of dat iemand met het verhaal komt dat soja veel slechter is, want dat daar bossen voor worden gekapt. Ja, ik heb daar gewoon goedkeurig je huiswerk gedaan. Mijn huiswerk gedaan, de feitjes op een rij, dat ik altijd goed die antwoorden kan geven. En dan altijd eindig met van, maar ik leg jou niks op. Ik doe dit gewoon graag. Laten we lekker een broodje pindakaas eten. Ja, precies. Ja. Het kan meer in oplossingen gedacht. Want heb jij ook dat je je dan schaamt voor het feit dat iemand je er dan op aanspreekt dat je wel leren schoenen hebt, ook al zijn ze misschien tweedehands, of misschien zijn ze dat ook wel een keertje niet. Ja. Bekruipt jou dan ook een soort schaamtegevoel van, ja, oké, okay, shit, dit heb ik misschien ook niet helemaal goed gedaan. Ja, zeker. Zeker. Terwijl ik ook tegen mezelf blijf zeggen van, ah, maar je doet al zo je best, weet je, en je doet het al goed. Dat zit er toch. Ja. En is er een soort grens voor jezelf dat je denkt, als ik dit al allemaal doe, wat vast nog veel meer is, dan ben ik op zich al wel oké, want er is misschien altijd meer wat je kan doen. Ja, ja, dat denk ik zeker. Er is altijd meer wat je kan doen. Maar ik denk ook wel inderdaad van, ik doe al ongelooflijk veel. En ik had het vroeger een stuk meer. Mm-hmm. Dat ik mezelf voor dingen afstrafte, zeg maar. Als ik dan dacht van, oh, dat wat deed je niet. Dan? Of, nou ja, dat is vooral dan als ik daarachter kwam van, oh, een avocado kost inderdaad superveel water. Dan kocht ik gewoon een half jaar geen avocado's, weet je wel. Ja. En dan op een gegeven moment kom ik dan ook weer bij een punt dat ik denk, jeetje, ik koop moet het gewoon ook lekker nog die avocado. Ja, ik moet het ook nog leuk houden voor mezelf. Ja, precies. Maar er is inderdaad wel een lijn, zeg maar. Tot waar je kan gaan. Ja,
Ja, dus zeg maar, iedereen heeft denk ik die lijn. En die ligt voor iedereen ook ergens anders. Want ik bedoel, als ik vegan bloggers op Instagram zie die aan het preachen zijn hoe goed het voor het milieu is, maar wel om de 2 maanden naar Bali heen en weer vliegen, dan denk ik ook, ja. Dat is dan weer een beetje dubbel. Weet je, maar dat is ja, een standaard die misschien andere mensen ook weer op mij leggen, die ik dan weer op hen leg. Ja. Dus ik denk wel dat iedereen die lijn heeft, maar... Ja, precies. Ja. Hoe zit dat bij jou, Isabel? Eet jij toevallig ook plantaardig? Ik probeer wel zoveel mogelijk plantaardig te eten, ja. Ja, ja, ook omdat veel vrienden die doen dat sowieso al van mij. En dus als we samen eten, dan is dat ook altijd veganistisch. En het is natuurlijk beter voor dier en milieu, dus dat is sowieso fijn. Ja. Ik hou ook erg veel van kaas, dus ik probeer mezelf niet al te hard te straffen als ik inderdaad kaas koop. Ja. Of iets dergelijks. En is het dan... Leona, hoe is dat voor jou? Eet jij toevallig ook plantaardig? Ook. Ook. Maar ook vlees en ook vis. Maar ook, oké. Dus ja. Niet alleen een plantaardig dieet. Nee oké. Omdat ik maar dan afvroeg voor jou, Isabel, als je dan bijvoorbeeld mij en Leonie hoort, die dan allebei plantaardig eten, als we het even op eten houden. Denk jij dan ergens, oeps, ik eet kaas en dat vind ik heel lekker. Ga ik dit dan zeggen? Of vinden zij dan iets van mij? Nou, het schoot wel heel veel door mijn hoofd mee, ja. Maar het is ook voornamelijk, denk ik, omdat we het juist over schaamte hebben. Ja. Dat je dan denkt van, oh, misschien moet ik me daar wel voor schamen. Maar aan de andere kant, wat, zoals Leonie ook net al zei, van je doet je best. En I guess dat, zeg maar, als je kijkt naar andere dingen die dan ook weer goed zijn voor mens en natuur of zo, dat ik misschien weer iets anders doe. En aan de andere kant, het is geen competitie. Dat nee. Is vooral een belangrijk punt, denk ik, dat ja, mensen mee moeten nemen. Ja, ik heb trouwens vorige week vis gegeten, jongens, sorry. Shame. Maar het was wel van de markt en ik had het gekregen van iemand. Ja, maar kijk, dit hoeft dus eigenlijk niet, ja. wat je dan dus nu doet. Een soort van indekken of zo. Is professional. Dit, ja, is dat een soort logisch gevolg, Ilona, dat als je wordt aangesproken... Want ik doe dit ook, ik herken mezelf hier helemaal in, want ik draag leren schoenen... En ook wel eens leren nieuwe schoenen, want mijn leven. Ja, zo simpel. En ik heb er niet per se heel erg last van als mensen dan tegen me zeggen, ja, maar dat kan niet. Maar soms, afhankelijk van wie het zegt, ga ik toch mezelf verdedigen. En dan toch zeggen, ja, ik heb heel lang over deze schoenen nagedacht. En ze zaten na 2 jaar nog steeds in mijn hoofd. En dus mocht bla 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 bla. Ja. Ja, in eerste instantie is het heel belangrijk om op te merken, dit is een vrij grijs gebied. Oké. In de zin van veganistisch gedrag, milieubewust gedrag, duurzaam, wat is wel en niet duurzaam. Er is geen één standaard. Dat is waar. Dus dat maakt het al lastiger, want we vergelijken verschillende dingen. Hè? De productie, de verbruik van water, het kappen van bossen. Je kunt het over allerlei boegen gooien en dan kun je altijd van iets vinden dat het wel of niet duurzaam is. Dus dat maakt dit onderwerp al heel erg lastig. Ja. En dan zie je daarnaast dat er inderdaad bij mensen waarbij het echt wel een belangrijk issue is, of een belangrijk punt voor hun zelfbeeld, dat ze zich sneller aangesproken voelen als andere mensen erop beginnen of erover beginnen. En waar we net in het begin over hadden, schaamte gaat over dat je het gevoel hebt dat je zelf iets fout hebt gedaan. Zodra iemand anders begint van, maar die leren schoenen. Dan kunnen er 2 dingen bij jezelf gebeuren. Of je denkt, daar zit wel een kern van waarheid in. Wacht eens even, misschien ben ik toch niet zo goed bezig. Dat is toch wel een fout die ik op de een of andere manier moet verbeteren. Bijvoorbeeld door het komend half jaar geen leren schoenen, avocado's of wat dan ook meer te kopen. Ja. Ja. Een andere mogelijke reactie is inderdaad dat mensen denken, ja, ik ben al goed bezig. Ik doe al zoveel mogelijk mijn best. Ik kan ook niet alles. Ik vind niet dat ik fout zit. En dan zie je de verdedigingsreactie. En dat noemen ze inderdaad ook in de literatuur shaming. Ja. Dat zeg maar de mensen om iemand heen of de groep probeert normen en waarden op te leggen. En terwijl de persoon zelf denkt van ja, maar dit is niet voor mij het geval. Je zit verkeerd. En dan roept dat juist meer irritatie, frustraties, boosheid op. En juist die emoties zorgen ervoor dat je gaat verdedigen en in een tegenaanval gaat. Ja, en in hoeverre werkt het überhaupt om
een ander te shamen. Ik weet namelijk bij mezelf dat het heel averechts werkt. Als iemand tegen mij zegt, dit wat jij doet is niet goed, dan denk ik zelf, wie ben jij? Ik weet niet of jullie, twee dat ook hebben, dat je dan denkt... Zeker. Sorry. Ja. Dus dat bij mezelf zou dat dan dus niet werken. Dus dan vraag ik me af of wat dat dan is in mensen, dat ze dat aan willen wijzen bij een ander. Ja. Nou, inderdaad, de meeste literatuur laat zien dat shaming niet werkt. Het werkt juist averechts, zoals je zelf zegt. Ja. Tegelijkertijd is het een standaard vanuit een hele samenleving. Als we eens teruggaan naar het idee van een mens zonder schaamte, hè, die zich nooit ergens ook maar iets voor schaamt. Klinkt best chill. Ja, zo. Dat klinkt in eerste instantie heel relaxed, maar in werkelijkheid zijn dat de psychopaten in ons. All right, oké. Okay. Misschien toch niet. Dat zijn namelijk de mensen die nooit zich ook maar ergens voor schamen of schuldig voelen. En dus ook nooit ergens van die negatieve emoties last hebben. Wat dat dus betekent dat je nooit iets meer aantrekt van duurzaamheid of de normale regels en standaarden in de maatschappij. Dus in de basis begint een maatschappij met, we leren elkaar normen en waarden, basisregels waar iedereen zich soort van aan moet voldoen. Mm-hmm. Dat leren onze kinderen als ze opgroeien. Nou, die leren tussen hun zevende en tiende ongeveer van, oh ja, wacht eens even, ik ben zelf een individu, er zijn mensen om mij heen. Ik kan dingen goed en fout doen en anderen kunnen dat ook goed en fout voor mij vinden. En dan ontstaan die mogelijke gevoelens van schaamte en schuld. En daardoor kun je dus kinderen zeg maar sturen in bijvoorbeeld stelen is slecht, geld verdienen is goed. En zulke soort basisregels die voor iedereen gelden. En dat maakt een maatschappij heel erg makkelijk, want daardoor kunnen we over het algemeen met elkaar samenleven. Dus in die zin is schaamte ook wel heel erg nuttig. Want als er dus kinderen of mensen een keer niet aan die regels voldoen, dan zorgen die gevoelens van schaamte ervoor dat je denkt, oh, ik zit verkeerd, ik moet het de volgende keer beter doen. Dit moet ik niet nog een keer doen, want ik wil dit niet nog een keer. Ja, precies. Dus schaamte gevoelens zijn uiteindelijk, ook al voelen ze heel verschrikkelijk, wel heel erg nuttig. Ja, nou oké, we hebben het allemaal gevoeld, dus in dat opzicht zijn we dus waarschijnlijk geen psychopaat. Dat is het goede nieuws van vandaag. Zeker. Ja, inderdaad. Als ik dan even terugkom bij jou, Leonie, want jij zegt dan, ik zie bijvoorbeeld ook wel eens influencers op Instagram of zo, en die dan zeggen met duurzaamheid bezig te zijn, maar in tijden dat dat zou kunnen wel om de maand of de twee maanden een persreis hebben. Ja. Hoe sta jij daar dan zelf in? Als jij dat ziet, wat vind jij daar? Vind jij daar iets van? Ik vind dat dan gewoon een beetje hypocriet. Toch wel? Ja. Dus dan doe ik eigenlijk precies bij hen wat ik zo vervelend vind dat mensen bij mij doen. Ja. Natuurlijk, maar dat denk ik wel van ja, daar moet je behoorlijk wat jaren veganistisch voor eten, wil je die vliegreisjes compenseren. Ja. Spreek jij iemand daar dan ook op aan? Nee. Dat niet? Nee, want dat inderdaad, zoals je zelf zegt, dat werkt averechts. Dat heb ik ook ondervonden. Als ik wil dat ik met mijn vriendengroep met de trein op vakantie ga, dan moet ik niet een betoog gaan houden waarom vliegen zo slecht is. Dan moet ik komen met wat voor vette dingen we kunnen bezoeken met de trein. Ja, precies. Je moet het een beetje omdraaien dus. Ja. Ja, dat klinkt op zich ook wel logisch. Maar dat is het lastige eraan, dat we waarschijnlijk allemaal hebben dat shaming niet werkt. Ja. Maar dat je het zelf stiekem ook wel doet. Ja, zeker. Andere mensen. Ja. En andere mensen ook veroordeelt of vindt dat ze zich misschien zouden moeten schamen voor het feit dat ze dan zeggen, ja, maar ik ben een green influencer. Ik weet niet of dit een woord is, maar anders vast bij deze. Vast wel. Ja. En dan, maar je vliegt wel heel veel. Ja. Maar inderdaad, zoals Ilona zei, is van, het heeft wel ook nut dan dat schaamte. Ik vind dat ook niet zo erg als mensen zich daarvoor zouden schamen. Want het heeft bij mij is het ook natuurlijk wel een soort van drijfveer. Niet dat ik niet vlieg omdat ik me schaam. Maar het is natuurlijk wel een soort van het weten dat het verkeerd is. En daar een beetje van denken van oeh, dat is misschien ook helemaal niet zo verkeerd. Ja. En stel je voor, hè, ik denk niet dat je het heel snel zou hebben, maar je hebt gewoon een keer weer heel erg zin in iets wat eigenlijk niet in deze levensstijl past. Ja. Zou je het dan gewoon doen en dat op zich wel eerlijk toegeven? Of zou je het stiekem doen en ook niet vertellen? Oeh, dat vind ik een lastige. Ik denk,
Ik denk om het mezelf makkelijker te maken dat ik dat stiekem zou doen. Ja? Omdat als ik dat... Ja, weet je, want met veganistisch eten, als mensen daar echt rekening mee houden, dan houden mensen daar echt rekening mee. Als je komt eten en dan kopen ze aparte dingen voor jou. En het is ook gewoon vooral... Als ik dan in mijn eigen vrije tijd wel gewoon lekker een plakje kaas zou eten. Ja. Mensen zitten, dan had ik niet helemaal naar die, naar die dure vegan tent gemoeten voor jou volgende keer. Want je eet het toch wel. Ja. Dus zeg maar vooral om die reden. Dus omdat andere mensen denk ik makkelijker rekening met mij houden. Als ze weten dat ik het echt consequent doe. Ja. En als ik het niet consequent doe, dan zou ik het stiekem doen. Ja. Dan wel. Ja, vind ik ook eigenlijk stom om toe te geven. Nee, maar daar was ik gewoon juist heel erg benieuwd naar. Ja. Of je dan het dan maar stiekem zou doen, want dan heb je geen gezeik van anderen en meningen en wat er dan allemaal wel niet bij komt kijken. Ja. Ja. En dan toch een stiekemmer. toch een beetje. Dan is het niet zozeer goed praten, maar dan... En wat was... begon het met schaamte überhaupt dat je... je hier meer mee bezig ging houden? Nee. Want er komt een moment waarop je denkt... dat vliegen, dat kan niet echt meer. Of vlees eten. Er zijn niet heel veel mensen die dat allemaal van huis uit meekrijgen. Nee, ik wilde wel al geen vlees eten sinds ik 8 was. Dus dat was wel al een jonge dierenactivist. Ja. En dat is inderdaad langzaam in veganisme overgecijpeld, inderdaad. Maar dat komt inderdaad, merk ik wel steeds... meer bij. En dat komt misschien door schaamte, maar dat ik inderdaad dan zie dat de kledingindustrie dan een stuk vervuilender is. Dan denk ik, oh, dan moeten we mijn kledingkoopgedrag ook aanpassen. Inderdaad. Ja. En dan komt vliegen erbij. Oh, dan moeten we het reisgedrag ook aanpassen. Ja, want dat is het ding ook met het klimaat. Er is niet, dat is wat jij ook al aangaf, Ilona. Er is, als het om duurzaamheid gaat en wat is goed en niet, zijn er zoveel pijlers waar je rekening mee moet houden. Dat ik me ook kan voorstellen dat als je een twintiger bent en je wil het heel graag goed doen, dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar ik kan echt niks meer goed doen. Ja. Want ja, dan eet ik al geen vlees, maar dan mag ik ook geen avocado eten, want dat is ook heel slecht. En dan mag ik ook niet dat shirtje kopen, want dat is ook heel slecht voor het milieu. En dat je dan bijna een soort van wil opgeven, omdat alles goed doen bijna onmogelijk voelt of klinkt. En ik weet niet of dat het per se is. Maar zo vind ik het zelf ook al klinken. Om al dat goed te doen. Ja. Als in kan dat wel. Ja, en dat zie je wel bij sommige mensen. Dat als ze zichzelf een doel stellen... en ze hebben het gevoel dat ze het nooit goed doen. Omdat er dus zoveel verschillende pijlers zijn. En je kunt ook niet aan al die pijlers voldoen. Dat is onmogelijk. Dat ze het dan op een gegeven moment opgeven. Want dat is continu... Hey, je doet het fout. Hey, je doet het daar fout. En je doet het daar fout. En uiteindelijk wil iedereen toch wel een beetje positief over zichzelf denken. Dus het is niet zo leuk om continu alleen maar te horen dat je iets fout doet. En de andere mogelijkheid die je soms ook bij mensen ziet, is dat ze wat realistischer worden in de zin van... Ja, dit is één van mijn doelstellingen in het leven wat ik graag wil bereiken. Maar tegelijkertijd moet ik zelf ook kunnen overleven op een beetje fatsoenlijke manier, op een gezonde manier. Dus het is niet het enige in mijn leven. En het moet wel in balans zijn met de rest. Ja. En als ik dat perspectief neem, nou, dat betekent dat dus dat ik bijvoorbeeld me wel met qua eten eraan houd, maar af en toe toch een nieuw stukje kleding koop. Want ik moet wel goed de winter doorkomen met een goede winterjas. Ja, precies. Dat je een beetje gaat afwegen. Is dat ook waar jij jezelf in herkent, Isabel? Als jij dan inderdaad zegt van nou, ik probeer wel erop te letten, maar ja, ik eet ook nog wel eens kaas of een stukje vis. Of hoe sta jij erin van wat doe je goed of niet? Want de meeste mensen die in de 20 zijn wel bezig met het klimaat en doe ik het allemaal goed. Wat zijn invloeden die je krijgt en waar positioneer je jezelf daarin? In wat je wel of niet goed doet als het op klimaat uitkomt? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, waar we het net over hadden van inderdaad, je doet wat je kan. Maar dan ga je inderdaad op een gegeven moment wel nadenken van, doe ik dan wel echt wat ik kan? Wat voor een verantwoordelijkheid heb je? Nou, het helpt mij ook wel met het klimaat om niet alleen zeg maar over de rol van het individu na te denken, maar ook gewoon, want ik heb het gevoel dat niet alleen de consument, zeker niet alle verantwoordelijkheid bij de consument zou moeten liggen op het gebied van klimaat. Want het is echt heel erg goed als je je plastic scheidt, zo min mogelijk plastic gebruikt überhaupt, geen dierlijke producten eet,
En, nou ja, en al die stappen zet om het klimaat beter te maken. Maar aan de andere kant denk ik ook van, uiteindelijk ligt de grote verantwoordelijkheid voor mij in ieder geval bij de overheid, bij de politici, bij de grote vervuilers, de grote industrie. En dan vind ik het fijn om wel een stukje kaas te eten. Het liefst van, nou ja, goede kaas die ergens vandaan komt, waarbij je weet dat het goed gemaakt. En dan wel ook bij klimaatdemonstraties te zijn en mee te lopen. En proberen zelf een kleine vorm van activisme uit te voeren. Waarbij ik het gevoel heb dat ik tenminste tegen een grotere structuur vecht. Dan alleen maar een soort van mijn eigen, mezelf straf voor de stappen die ik niet zet. Dat helpt mij heel erg. Ja. Het is bijna meditatief. Kun jij daarin vinden, ook deels Leonie? Want ik neem aan dat je het meeste probeert na te streven, maar waar we ook nu een beetje achter komen, ja, alles doen, dat is soms gewoon wel lastig. Want ja, je mag ook wel een keer gewoon wel een avocado door je, ja, door je salade of op je cracker doen. Ja. Zonder dat je daar heel rot over hoeft te voelen. Of misschien vlieg je niet, maar heb je wel iets anders gedaan wat misschien vervuilend is? Heb je misschien ooit in je leven wel drugs geprobeerd? En daar vinden mensen dan weer wat van. Of heb je inderdaad nieuwe leren schoenen gekocht? Of weet je, is er altijd wel iets waarop je kan zeggen, ja, maar Leonie, jij, ja, dat. Ja, nee, helemaal mee eens hoor. Ik denk ook dat zeg maar iedereen een beetje dus doet wat ik kan en dat dat voor iedereen anders is. Zeg maar dat voor mij is het heel makkelijk om veganistisch te eten in de zin als, ik kan gewoon daar heel lekker mee koken. En voor mij ontbreekt er niet echt iets als ik met vrienden aan tafel zit en ik heb niet dat stukje vlees. Of ja, kleren, daar heb ik nooit heel veel om gegeven. En ik krijg vaak toch tweedehandsjes van mijn vrienden over die ze niet meer hoeven. Dus dat is voor mij ook niet zo'n probleem. Maar inderdaad, een keer een pilletje ecstasy op een Lowlands, dat kan ik voor mij niet echt direct vervangen met een fairtrade pil. Dus nee, voor zover ik weet, dus is daar nog geen keurmerk voor. Nee, dus en dan gaat dat er ook niet komen, inderdaad. Nee, terwijl dat is natuurlijk ook wel, dat is ook een industrie waar je eigenlijk, ja, niet graag je geld in zou willen stoppen. Nee. En dat is dan ook weer inderdaad wel iets wat ik dan weer wel doe en misschien anderen weer laten. Nee, dus het zit hem dan ook een beetje als het om duurzaamheid gaat in misschien balans en niet te streng zijn voor jezelf? Zeg ik dat een beetje goed, Ilona? Ja. Ja. Dat is eigenlijk hoe je dan het meest kan bereiken. Ja. Misschien. Ja. Ja, je moet maar zo zien, als je op allerlei gebieden echt probeert het strengste tegen jezelf op te leggen, dan is de kans groot dat je en doodgelukkig bent, doodongelukkig bent. Ja. Ja. Dat doodgelukkig zou fijn zijn. Ja. Nee, doodongelukkig bent. En ook best wel de kans groot dat je waarschijnlijk niet heel oud gaat worden. Oh, dat is ook wel een beetje jammer. Ja, ja, dus in die zin, wat we net ook zeiden, hè, je wil een beetje die balans vinden tussen allerlei verschillende belangen. En de duurzaamheid is op allerlei gebieden mogelijk iets in ieder geval te halen. En als je dat kunt doen tegelijkertijd met toch wel een tevreden zelfbeeld over jezelf hebben. En een zeg maar fatsoenlijk of gezond leven te leiden, of andere aspecten die jij belangrijk vindt, ja, ja, dan is dat denk ik het beste voor iedereen uiteindelijk. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, en er zijn nog veel meer vormen van schaamte en waar ook in geshamed wordt. En Isabel, jij vertelde net al dat je een artikel had geschreven over audioporno. Toch? Klopt. Ja, 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 ja. Klopt. Toch even, dat zeg ik goed, toch? En wat dat met je deed of heeft gedaan of misschien nog steeds wel doet. Ja, dat klopt. Ja, het was zo grappig, want ik schrijf dus voor een online feministisch platform. En ik zat al een tijdje te zeggen in onze redactiemeeting van, eigenlijk moeten we meer met seksualiteit doen, want daar doen we heel weinig mee. We doen heel veel met politiek en dat is heel vet, want het is belangrijk. Ja. Maar seksualiteit is voor veel mensen in ieder geval een groot deel van hun leven. Dus ja, daar moet wel wat mee. En toen kregen we een berichtje van een platform. En dat was net begonnen, dat heette Enjane. En zij waren net begonnen met het uitbrengen van audioporno. Voor vrouwen, door vrouwen. Heel veel verschillende soort verhalen. En toen vroeg zij of wij daar iets over konden schrijven. En toen zei mijn hoofdredacteur, nou, dan nee, het is voor jou. Jij wilde heel graag even seksualiteit. Alsjeblieft. Ja, dus toen ben ik daarnaar gaan luisteren naar verschillende van dat soort audio porno of podcast porno. Ik heb er echt veel verschillende termen voorbij horen komen. En toen ben ik daar inderdaad vooral gaan schrijven over wat me deed. Ja, want
Ik heb dit ook wel eens geluisterd. Ja. Omdat ik onderzoek voor iets aan het doen was. En dat dit was allemaal, ja. Ja, nee, dat zeggen ze allemaal. Maar ik was helemaal, ik zat er toen helemaal in wel. Ja, ja. Maar ik zat wel op een redactie. Dit was nog in tijden dat je op een redactie kon komen. En op een gegeven moment stond er wel iemand achter me. En voelde ik me enorm betrapt. Terwijl er was niks geks op mijn scherm. Ja. Maar ik hoorde wel wat ik hoorde. Ja. Dus wat gebeurde er met jou op het moment dat je de eerste keer ging luisteren? Ja, het grappige was dat ik heb de eerste keer dat ik het ging luisteren, heb ik het heel erg aangepakt zoals, nou ja, elke podcast die ik ooit luister. Ik zet het gewoon op en ik ga andere dingen doen, want ik ben sowieso best wel een soort van hyperactief. Ik moet dan altijd wat te doen hebben. Dus ik door dat. Dus ik was aan het ontbijten toen. Oh, oké. Okay. Dat is een goed moment. Ja, iedereen die ik dit vertel zit ook zo van, wat dacht je? Ja, sex for breakfast. Ja. En mijn huisgenoot zat zeg maar tegenover mij en op een gegeven moment. Maar had je het op je oren of was het gewoon? Oh nee, ruimte? Gewoon GBL speaker. Oké, oké, ja, ja. Maar dan weet ik even dat je huisgenoot het dus oh, ook ja, kan sorry horen. Voor de context. Ja, ja, even voor de context. Ja, en toen het ging over een trio, maar dat best wel een lange aanloop. Dus op een gegeven moment, nou, ik dacht dat het duurde nog wel even, dus ik havermout eten. En op een gegeven moment waren ze in het zwembad beland en toen ineens ging het best wel snel en toen werden mensen gevingerd en er waren grote erecties en ik moest eigenlijk stikte echt in mijn ontbijt, want ik kreeg dat van what the fuck. En mijn huisgenoot zat ook echt van, wat ben je aan het luisteren? Ja. Wat is dit? Dus ja, toen was ik wel echt een beetje van, oké, dit kan ik beter in privé luisteren. Toch wel. Je had wel een soort van schaamtegevoel over hetgeen wat je hoorde. Of ja, het is een beetje net zoals, weet je wel, toen je vroeger met je ouders naar een seksscène in een film kijkt. Dat je denkt van, ze zien dat ik dit zie. Ja. Dit is seks. Die awkwardness of zo daarbij. Ja. En hoe was het verschil toen je het alleen luisterde? Toen schaamde ik me daar helemaal niet voor. Ja, toen was ik het gewoon aan het luisteren. En het is weird, omdat je het aan de ene kant, ik moest er iets over schrijven, dus dan benader je het, nou ja, zoals je waarschijnlijk wel weet, dan benader je het ook een beetje als professional, maar je probeert ook als persoon te luisteren, omdat seksualiteit natuurlijk zoiets persoonlijks is. Ja. Je probeert er ook een gevoel bij te creëren of te bedenken van, wat doet het nou met me? Dus, maar het was heel fijn, zeg maar, ja, met de headphones, dat is echt een aanrader voor iedereen die porno gaat luisteren. Want dan heb je toch wat meer privacy en meer gevoel dat er iemand meeluistert, want dat kan niet. Nee, inderdaad. Het is best wel privé dan wat je aan het doen bent. Maar eigenlijk raakt het een veel groter thema, namelijk een schaamte rondom seks. En schaamte rondom porno kijken of luisteren of misschien überhaupt met je seksualiteit bezig zijn. Ja. Dat iets is om je voor te schamen. Ja, ja, zeker. Ja, ik ben nog ook. Toen ik dat stuk heb geschreven, ben ik ook nog bij Funnex geweest op de radio. Mm-hmm. Toen kreeg ik ineens ook de vraag van, en waar werd je nou eigenlijk geil van? Het veel makkelijker om te schrijven over dingen die me niks deden. Natuurlijk dan iets heel erg persoonlijks te delen over echt zo'n persoonlijke voorkeur die je hebt binnen je seksleven. Ja. Dat is gewoon spannend. Dat ligt niet aan de oppervlakte. Het is aan de ene kant ook een identiteitsding. Net zoals, I guess, nou ja, veganisme. Naast het feit dat je dan ook echt oprecht iets goeds doet. maar ja, dat is wel iets dat verborgen zit normaal gesproken. En je vaak alleen maar deelt met naasten. En toen dacht ik van, wauw, mijn ouders gaan dit waarschijnlijk terugluisteren. Ik wil helemaal niet. Nee. Dat ze weten. Maar ligt dat, identificeer jij je als vrouw? Ja. Ligt dat eraan dat jij op dat moment een vrouw bent? En door wie werd dit, door een vrouw of door een man gevraagd? Nee, dit werd door een man gevraagd. Heeft de verhouding er dan ook mee te maken? En het feit dat, voor mijn gevoel, als ik om me heen kijk bij mensen die zich als man identificeren, dat die al heel vroeg veel vrijer over seks kunnen praten en dat allemaal wel iets normaler wordt gevonden. Want jongens die kijken nou eenmaal op een bepaalde leeftijd naar porno. En die hebben misschien gore zakdoekjes naast het bed. Ja, it happens. Je ziet dat ook in films, maar je ziet niet in films meisjes die zichzelf vingeren of hun seksualiteit ontdekken. Ja. En wordt die schaamte bijna een soort van aangeleerd? Of heb je die gewoon meegekregen op het moment dat je ook vrouw bent? Herken je daar iets van?
Ja, dat herken ik zeker wel. Ik denk vooral dat hele idee van porno kijken, dat bij jongens dat inderdaad heel erg geaccepteerd is. En dat er inderdaad binnen, zeg maar, popculture ook heel veel soort van die tropes zijn waarbij je inderdaad jongens ziet aftrekken of whatever. Maar gelukkig zijn er wel steeds meer tv-programma's, films waarin soort van seksualiteit die zich niet meer beperkt tot soort van tienerjongens en jongens daarnaast. Maar dat andere mensen en vrouwen, zeg maar, daar ook daarbinnen ook een soort van plaats krijgen. En dat je ook ineens inderdaad een meisje ziet vingeren in de nacht. En dat ook, zeg maar, nog steeds spanning en schaamte zo meebrengt. Maar dat het tenminste zichtbaar is en besproken wordt. Daarom vind ik het ook belangrijk om erover te schrijven. Of er iets over te zeggen op de radio. Terwijl ik dan denk van, ik ben eigenlijk meer een soort van op de achtergrond persoon. Ik wil het helemaal niet. Maar ik denk dat ik het zo fijn had gevonden en minder had geschaamd ook vroeger voor, nou ja, masturberen of masturberen. Ja. of zeg maar andere gevoelens die ik had als er dergelijke rolmodellen op tv waren of soort van als dat wat meer zichtbaar was geweest. Ja. Dus in dat moment, ja, ik denk dat ik sowieso met, nou ja, cis-hetero mannen misschien sowieso, vooral degene die ik niet ken, liever niet over mijn meest persoonlijke seksuele fantasieën praat. Ik denk dat ik het toch fijner voel als het met vrienden zijn of met andere vrouwen. Dus dat heeft misschien wel een rol gespeeld. Ja, ik snap het denk ik helemaal. En ik voel dat denk ik ook. Ik weet niet hoe dat voor jou is, Leonie. Ja. Als je dit dan zo hoort, dat je denkt, is dat iets waar je gewoon zomaar met iedereen over praat? Of maakt het inderdaad wel uit wat je meekrijgt en wat je vroeger en misschien nu nog steeds wel ziet en wat als normaal wordt gezien, tussen aanhalingstekens dus normaal? Ja, nee, ik denk dat dat heel erg meespeelt. Ik bedoel, je kijkt al in de verzorgingsboeken die je krijgt op de middelbare school, staat ook jongens masturberen, meisjes masturberen soms. Ja. En misschien is dat wel feitelijk waar, maar dat legt al meteen, zeg maar, als dat is wat je leert op school, dan legt dat al meteen een soort van norm of waardeoordeel en een verwachting. Ja. En een verwachting inderdaad. Van misschien ben ik dan raar als ik dat wel ook doe. Ja. Dus inderdaad, dat zou misschien in een biologieboek thuis horen. Maar in een verzorgingsboek vind ik dat eigenlijk niet helemaal thuis horen. En dat zijpelt inderdaad door in de rest van de samenleving. En ik denk nu wel dat er een beetje een soort van revolutie komt. Ik bedoel, hè, de Satisfyer Pros en de Womanizers. All right. Ja, dat is echt een topper. Mocht je luisteren, je hebt ze nog niet. Het is niet zo'n duur ding. Doe het gewoon. Ja, dit jij kan best wel gewoon zeggen. Ik bedoel, je leven gaat beginnen. Ja, maar het is inderdaad, zeg maar, dit, ik merk wel dat het wordt bespreekbaarder. Zeg maar. Mensen hebben dit er gewoon ook over op de lunchtafel aan werk. Van, heb je dat ding al gekocht? Ja. Weet je wel? En ik heb wel het idee, misschien is dat ook omdat ik wat ouder word, dat het daarom makkelijker wordt om erover te praten. Maar ja, is het misschien inderdaad het verschil tussen tiener zijn en op een gegeven moment in je twintiger jaren komen en dan wel denken, ja, maar wacht heel even. Ik heb ook behoeftes. Ja. En misschien ben ik wel iets later begonnen met ontdekken omdat er een gevoel van schaamte omheen zat. Maar ik heb tijd in te halen, dus let's go. Is dat ook wel een beetje iets waarvan je denkt, ja, misschien wel. Is dat wel iets wat in je twintiger jaren een beetje, ja, voor mij gaat wel, spelen. Ook zeg maar, je ontdekt je eigen seksualiteit veel meer. Ook je praat erover, je maakt dingen mee. Je voelt veel meer waar je zelf comfortabel mee bent. Maar aan de andere kant denk ik dat het niet per se leeftijdsgebonden zijn. Ik ken ook nog mensen die ouder zijn dan ik en die nog steeds heel veel schaamte ervaren of niet weten wat ze willen of dat moeilijk vinden te bespreken. Ik ken ook mensen die jonger zijn dan ik en waarvan ik het gevoel heb van wauw. Je bent toch zo ver. Ik schaam bijna dat ik niet zo ver ben als jij. Ik snap je wel. Want als we kijken naar wat schaamte, hoe jij dat hebt uitgelegd in het begin, is dat eigenlijk bij schaamte om seks of seksualiteit, zit dat wel net iets anders, toch? Qua, je doet niet per se iets fout. Dat is misschien ook niet wat je denkt, maar je hebt dan soort van meegekregen dat je iets niet mag denken of misschien iets niet mag voelen. Of dat het erg is dat als jij een meisje bent en een ander meisje leuk vindt, dat dat niet kan. Of een jongen bent en een jongen, of alles wat tussen dat spectrum in zit. Is het dan nog wel echt bij jezelf als het om seks gaat en schaamte daarbij? Ja, ik denk dat dit voorbeeld, tenminste het thema seks en seksualiteit, wel een ander verhaal is dan dus duurzaamheid waar we het net over hadden. Ja. En seksualiteit is echt een thema wat zo ongeveer vanaf de geboorte aan al begint bij een kind.
Je begint al met je, nou zeg even je tweede jaar, dat je niet aan je geslacht mag zitten. En dat je hand daar iedere keer van weggehaald wordt door moeders en vaders. Bij de geboorte krijgen meisjes roze en de jongens blauw. En het is een hele strikte structuur. Ja. En die zie je eigenlijk dus al vanaf de geboorte aan opgelegd. Dat gaat over generaties heen. En dat zit ook bij heel veel verschillende culturen. Je ziet bij bijna alle culturen een worsteling tussen van seksualiteit is echt iets persoonlijks. Het is heel intiem. Je geeft jezelf volledig bloot. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Ja. Je bent zo kwetsbaar als dat kan. Niet verder, zeg maar. En dus is het iets wat je meestal met alleen maar intieme anderen doet. Maar tegelijkertijd is het iets waarvan we allemaal weten dat we het allemaal doen. En dat wel met vaker, met meer groepen gebeurt. Dus je ziet die worsteling ook vanuit de samenleving. Enerzijds zou het iets normaals moeten zijn, maar anderzijds krijgen we vanaf het begin af aan opgelegd, dit is heel iets intiems. Zo hoor je wel te gedragen, zo hoor je niet te gedragen. En dit geldt wel en dit geldt niet. En de rest mag dat allemaal niet zien. Ja. Zeg maar. Dus het kan best zijn dat jij dan zelf op een gegeven moment in de puberteit of de 20-jarigen denkt van, volgens mij doe ik hier niet iets fout. Maar het is al zo gepompt, bijna, vanaf het begin, vanaf je geboorte, dat er toch iets waarschijnlijk in je achterhoofd zit van, maar dit is in ieder geval niet zoals ik het heb geleerd. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk, kunnen we dan concluderen dat dat iets is waarvan je los soms moet komen. Dat schaamte wel in sommige gevallen een goed gevoel of een emotie is die er moet zijn. Want het zorgt ervoor dat je soms gewoon even binnen de kaders blijft. Die misschien het rechtssysteem bijvoorbeeld heeft bedacht. Maar dat op andere gebieden, als het bijvoorbeeld gaat om seks en seksualiteit, dat het soms dan iets is waar je misschien een beetje van zou moeten losbreken en zelf zou moeten kijken wat je fijn vindt, wat jouw grenzen zijn. En hoe jij het wil, ongeacht dat je misschien hebt geleerd dat dat iets is wat niet mag of niet kan. Dat daar misschien niet zulke strikte regels voor zijn. En dat het een heel ander spectrum is dan inderdaad milieu waar je dingen wel en niet goed in kan doen. Dat het hier is, het is voor iedereen persoonlijk. Zeg ik dit zo samenvattend goed, volgens jullie? Ja, denk het wel. Ja, ik zou zeggen van wel inderdaad. Ja? Want het is met seks natuurlijk ook wel, dat je bang bent dat mensen je dan raar vinden. Dat is natuurlijk ook een soort, misschien is het niet fout, maar je kan je natuurlijk ook schamen omdat andere mensen het raar vinden. Ja, misschien is de schaamte bij seks inderdaad meer dat. Inderdaad, ben ik dan de enige die dit wil? Daarom is het juist belangrijk om erover te blijven praten. Ja. En ook om te laten zien dat er zoveel soort van diversiteit zit in fantasieën en in wat mensen willen of niet willen, of wel hebben gedaan of niet hebben gedaan. Ik heb ook wel het gevoel dat er, dat je, in ieder geval ook als ik kijk naar de mensen waar ik mee omga, dat iedereen heeft al zoveel ervaring. Ja. Dat je bijna een soort van moet schamen als je nog niet zo ver bent. Of dat zie ik ook in andere facetten of zo. Dat bijvoorbeeld sommige vrienden van mij hebben nog nooit een relatie gehad. Of hebben het nog maar met een paar mensen gedaan dan. En dat daar ook weer een hele andere kant aan zit. Ja, er zijn niet zulke regels voor. En dat is denk ik goed om mee te nemen. En als je inderdaad, welke leeftijd je ook hebt en je luistert dit, ga dat uitzoeken. Wees in alle opzichten niet te streng voor jezelf. Ja. En neem het er soms een beetje van. Bij het een misschien iets minder dan bij het ander, maar als het op seks aankomt, go for it. Gewoon die Satisfy Your Brothers. Ja, toch? Ja. Is geen sponsor verder, maar echt je leven gaat maar beginnen. Ja, precies. Dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel voor het luisteren. En hou vooral de website in de gaten van Felix Meritus voor de online programmering.